Ja, Boomfeestdag is een ontzettend belangrijke dag, omdat je juist met kinderen aan de slag gaat om het groen extra onder de aandacht te brengen. Om samen met kinderen te zien, te beleven, bezig te zijn met het groen en als het ware te onderstrepen hoe belangrijk groen is. Lisse is een heel groene gemeente. Zeker in deze tijd van het jaar natuurlijk dat alle bollen weer bloeien, maar ook buiten die periode. We staan hier op een schoolplein bijvoorbeeld, een heel groen schoolplein. De school is bezig geweest met de commissie om de tegels eruit en plantjes erin aan te brengen, boompjes aan te brengen. Kinderen daar met het groen bezig te laten zijn, met water bezig te laten zijn. Ja, dat is hier op deze school, maar dat zien we ook in de wijken waar mensen bezig zijn met adoptiegroen. Dat zien we ook in ons eigen groenbeleid waarin we stukje bij beetje proberen overal groen toe te voegen, bomen toe te voegen, noem maar op. Dus ik denk dat Lisse heel veel heeft op dat gebied om trots op te zijn.